Protix is een bedrijf dat duurzame circulaire eiwitten maakt op basis van insecten. En op deze manier brengen we twee werelden bij elkaar. De wereld van voedselresten en de wereld van eiwitten. En er is een hele grote vraag naar eiwitten en er zijn heel veel voedselresten die onbenut zijn. En dat kunnen we op een natuurlijke manier kunnen we dat terugwinnen en opwaarderen naar eiwitten voor onder andere kip en vis en ei. En in de toekomst ook menselijke voeding. Protix is erin geslaagd om op industriële schaal insecten te kweken. Zo sluiten ze de keten in de voedselproductie en zo voorkomen ze voedselverspilling. Nou, we hebben van een aantal verschillende financieringsmodellen gebruik gemaakt. Onder andere de SBIR, de DEI-subsidie. De SBIR hebben ze gebruikt voor het eerste onderzoek. Innovatiekrediet voor ontwikkeling en eerste opschaling van het proces. En de DEI voor de verdere opschaling van het proces. Want je moet je voorstellen, we zijn met niets begonnen. En om uiteindelijk naar een investering als deze, wat meer dan 40 miljoen euro heeft gekost, te komen, moet je toch wel een financiële basis door kunnen komen. Het kan niet alleen van banken komen, het kan niet alleen van investeerders komen. En dan zijn dit soort kredieten en financiële ondersteuningen zijn heel belangrijk om een technologie en een innovatie als deze van de grond te krijgen. De overheid wil meer duurzame economische activiteiten in Nederland hebben. En daarom steunen we bedrijven zoals Protix, zodat ze de markt kunnen betreden. Wat Protix zo innovatief maakt, zijn de mensen. Dat zijn echte pioniers. En die hebben van dag 1 alle onderdelen moeten ontwikkelen. Van de kweektechnologieën, de opfoktechnologieën, de automatisering, het begrip van de biologie. Al die onderdelen die waren niet bestaand om insecten op grote schaal te produceren en een duurzaam eiwit naar de markt te brengen. En dat maakt ons zo innovatief dat we met het gehele team al die ontwikkelingen zelf hebben gedaan.